Jan Flap, je leeft nog. Ja, maar dat doen we ook wel. Ondanks alles. Hè, voetbal is de belangrijkste bijzaak. Dus, maar dit is voor iedereen een ja, geweldige opsteker richting de na-competitie. Ja, jullie komen vrij makkelijk op voorsprong. Daarna is het eigenlijk prijsschieten. En dan halverwege de tweede helft toch een tegengoal. En dan wordt het toch nog een klein beetje billen knijpen. Waar gaat dat mis? Nou ja, je geeft zelf aan. Waar het misgaat is dat we de goal niet maken. En ja, ik denk dat we meer dan 10 kansen hebben gehad. En echt kansen. Niet mogelijkheden, maar gewoon echt kansen. Ja, die moet je maken. En dan ga je deze wedstrijd helemaal anders uitvoetballen. Ja, en nu wordt het 2-1. Dan komt er irritatie. Dan wordt er wat spanning. Die gasten willen toch nog winnen. Ondanks dat ze een heel laag tempo hadden. En daar geen zin in hadden. Dus hun begint ook weer de adrenaline te komen. Ja, en dan krijg je nog een vervelend wedstrijdje op het laatst. Ja, nu na competitie, maar zonder Jan Flap. Zien we Jan Flap nog terug? Want ik begrijp dat je pas van vakantie terug bent als de finale van de na-competitie er is. Dus de vraag is, kom je hier nog terug? Ja, ik ga er wel vanuit. Alleen dat is niet hier, dat zal op neutraal terrein zijn in de finale. Dus nee, ik heb het destijds soms mij gevraagd, heb ik het heel gelijk aangegeven. Jongens, ik wil jullie onvoorwaardelijk wil ik erin stappen met jullie. Alleen hou rekening mee dat ik 28 mei op vakantie ga. Nou, dat is mee akkoord gegaan. Ik heb wel gezegd, ik zorg dat er een hele goede vervanger is. Nou, dat zie je in de vorm van Henk Drost. Daar ben ik ontzettend blij mee. Hè. Daar heb ik 5 jaar geleden meegewerkt. Toen was hij trainer van tweede. Dus een hele kundige man. En donder meegelopen op trainen. Vandaag de hele wedstrijd erbij geweest. Dus ja, die gaat vanaf dinsdag het stokje overnemen. Wat verwacht je van die na-competitie? Ja, als wij zo voetballen zoals vandaag vanuit de organisatie, dan maken we een goede kans. Alleen ja, het is een enkele wedstrijd. Dus heb ik een keer een slechte dag, wat er gewoon kan omdat je mens bent, kan je er ook in één keer uit liggen. Ik bedoel, het zal niet de eerste keer zijn dat het bij een ploeg gebeurt die meer kwaliteit heeft, maar er gewoon een slechte dag heeft. Maar normaal gesproken, als wij dit kunnen doortrekken waar we nu mee bezig zijn de laatste weken, dan heb ik er alle vertrouwen in dat ik de laatste na-competitiewedstrijd nog gewoon op een bank zit.